Goedemiddag. Ik wil met jullie een presentatie doornemen. En nou, we komen er vanzelf al op. Ik kwam maar even over aanpassingsvermogen en veerkracht, wat Marit zei, als ik me goed herinner. En ja, het grappige is, ik heb ooit eens een cursus gehad in resilience, geloof het of niet. Ik denk 25 jaar geleden. Maar dat was van een Amerikaan. En op een gegeven moment wordt dat woord dan zo van jezelf, dat je eigenlijk niet zo goed meer bezig bent met de vraag, ja, wat is het in het Nederlands? Dus ik moest het eigenlijk opzoeken. En toen was mijn conclusie, die was van, hé, het betekent kennelijk veerkracht in het Nederlands. Maar ik zou aanpassingsvermogen, vind ik eigenlijk ook een prima uitleg. Wat gaan we doen? Ik wil even met jullie deze agenda doorlopen. Meestal hou ik me daar toch niet aan. Dus wat dat betreft is het ook niet zo relevant. Wat ik nog wel grappig vond, en toen ik op het woord resilience zocht op plaatjes, hè, dat kun je bij afbeeldingen kun je dan even kijken op Google, dan kom je allemaal dit soort plaatjes tegen, dat je tegen de stroom in, als het ware, toch tot wasdom komt. En ik wou ook een van die plaatjes in de andere presentaties voorbij komen. Het toeval wil dat ik een paar maanden geleden ben ik op het dak geklommen van de voetbalclub waar ik voorzitter van ben. En toen kwam ik dit plaatje tegen. Dit is op het dak. Wij waren daar bezig met zonnepanelen aanleggen. Nou, er was een minimaal stukje ruimte. En geloof het of niet, daar ontstond inderdaad zo'n plantje. Dus kennelijk heeft ook resilience toch wel iets te maken van het laat zich niet, waar maar een beetje ruimte is, wil wat groeien. Ik werk bij de Limes, daarom ben ik hier ook. Ik kom uit Zwammerdam. Dat is een dorpje wat de meeste mensen niet kennen, maar daar komt de Jostie-band vandaan. En de Jostie-band heeft dagbesteding. En eigenlijk denk ik dat wij dat allemaal hebben. Je hebt ook dagbesteding voor hoge opgeleiden. Dat is bijvoorbeeld vergaderen of procedures maken en regels maken. Maar je hebt ook mensen die gaan gewoon heel gezellig met elkaar muziek maken. En mijn vrouw werkt daar ook. Ze speelt daar niet, maar ze werkt daar wel. En ik ben voorzitter van de voetbalclub. En daar wil ik ook een paar voorbeelden van meenemen. En al die andere dingen moet je maar weer vergeten. Toch nog even terug naar die ene sheet, hè, die staat nog op. Ja, kijk, Zwammerdam, dat is zwavelgrijs. Dat is misschien nog wel even aardig als we het hebben over veerkracht. Zwammerdam is een dorpje met zeg maar 500-600 huizen. Het ligt onder Alphen aan de Rijn. En net nog boven Bodegraven, als je het vanaf de landkaart bekijkt. En dat dorpje heeft 1200 inwoners. En wat je dus ziet is doordat we zo aan het vergrijzen zijn, maar met name ook dat bejaarden niet meer naar bejaardentehuizen willen. Maar dan moet iedereen krijgen te horen, je moet zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Is het effect daarvan dat je, als je maar 500 huizen hebt, dat er binnen een paar jaar tijd in 400 huizen zeg maar 60-plussers wonen. Dus in zeg maar 8 jaar tijd is de school, schrik niet, van 275 kinderen gaan naar 100. Nou, daar kun je dan een heleboel dingen van vinden. Maar je ziet natuurlijk dat zo'n heel dorp, dat wordt er niet beter van. En als je dan even kijkt naar het logo, toen heb ik tegen die 100 mensen, bij de voetbalclub hebben we nog maar 195 spelende leden of zo inmiddels. Dat was 220 ten opzichte van zeg maar 6 jaar geleden. En toen heb ik ze aan de leden voorgesteld. Zwammerdam komt van Zwanendam, vandaar dat we die zwanen in het logo hebben. En als je goed kijkt, dan hebben we de naam veranderd van Zwammerdam, links naar rechts naar Zwangerdam. En de zwaan is vervangen door een ooievaar. Hè? Omdat die 100 leden hebben wij geprobeerd aan te zetten tot meer dadendrang. Dat is gelukt. We hebben er een elftal bij. Dus zo flexibel was men wel weer. Resilience. Die Amerikaan waar ik toen les van gehad heb, dat was ene Daryl Connor. En die zei eigenlijk, resilience is een rol die je kunt spelen. En in die zin heb ik daar ook wel veel aan gehad. Het is een rol die je kunt spelen. En jij moet eigenlijk voor jezelf een besluit nemen, ben ik bereid om die rol te spelen? Want je moet steeds moedige besluiten nemen op het geval dat er aanpassingsvermogen nodig is. En wat is dan dat rolmodel? Dat je die besluiten durft te nemen.
dat je daar nog objectief naar de situatie kunt kijken. En, zegt hij, en dus niet met de wolven in het bos meehuilen. En dat je daarin ook steeds consistent blijft. Nou, dat is denk ik niet onbelangrijk. Ik pak even een paar dingen waarbij ik denk van, nou, dat zie ik ook bij mij, bij mijn voetbalclubje wel de hele tijd misgaan als ik niet uitkijk. Dat is bijvoorbeeld dat een verslag op de website wordt over het algemeen niet geschreven door iemand als we verloren hebben. Dan moet daar zeg maar wat veerkracht aan te pas komen of resilience om te zeggen, jongens, dat verslag hoort ook bij nederlagen. Dat hoort er niet. Eindeloos lopen zeiken tegen de scheidsrechter na afloop, moeten we steeds zeggen, ook als bestuurders, dat doen we niet. Kijk, tegen mezelf zou ik zeggen, en dan zie je toch dat je een rol schiet als voorzitter van de club. Dat je niet, als supporter zou ik gewoon weglopen en dan denk ik, nou ze doen maar. Maar als voorzitter moet ik in die rol schieten om in dit geval die man die ook daar voor zijn vrije tijd loopt te doen en zijn best doet uiteraard, om die te beschermen. En dan zie je dus dat je in die rol kruipt waarvan andere mensen dan tegen mij vaak zeggen of tegen andere bestuurders die dat doen. Ja, dat zitten jullie toch wel anders in. Waar we ook heel veel moeite mee hebben. Morgen komt het AD komt bij ons kijken hoe wij de coronaproef hebben doorstaan met de thuiswedstrijd van het eerste. Dat ik de hele tijd met mensen moet gaan lopen discussiëren over die inconsistentie van die regels. Ik zeg jongens, daar gaat het niet om. Het gaat over jouw veiligheid. Voel jij je veilig? Nou ja, en zo blijf je eigenlijk de hele tijd blijf je bezig. En dan, nou ja, dat hadden we natuurlijk met Grappenhaus van de week gezien. Als Grappenhaus het doet, mag ik het ook doen. Ja, dat, misschien mag je het wel doen, maar daar wordt het voor jou zelf ook niet veiliger van. Dus gaat het dan in de regels zoeken in plaats van in het grote geheel. Nou ja, dat zijn allemaal van die praktische dingetjes. Wat ik ook heel veel zie in coronatijd, de vakantiekinderspelen, het dorpsfeest. Het gaat allemaal niet door. En als ik dan met die mensen ga praten, waarom gaat het niet door? Ja, zo gedoe, Jaap. Maar er zijn wel sponsors, er zijn nog steeds kinderen, er zijn nog steeds mensen. Ja, we moeten ons even aanpassen. Kijk, en dat is denk ik wel wat ik bedoel met dat rolmodel, of wat eigenlijk Daryl bedoelde met rolmodel. Je kunt jezelf framen in het idee, moet dat nou, kan dat nou echt niet? Kan dat nou echt niet? Als wij het bij ons op de sportvereniging gaan organiseren, we hebben een aantal velden, 2,5 veld, kunnen we het zo verdelen dat die 1,5 meter makkelijk kan. Oh ja, als jij dat zegt. Nou, en dan zie je toch dat er zeg maar heel langzaam beweging komt. De gymzalen hebben de gymverenigingen hebben in heel Nederland te horen gekregen dat ze wel weer aan de slag mogen, maar niet in de gymzaal. Nou, hoe moeilijk is het dan om even tegen de lokale voetbalclub te zeggen, dan mogen we bij jullie op het veld. En kunnen we dan die dingen gebruiken? Maar voor heel veel mensen is het makkelijk om te zeggen, ja, zo gedoe. Dat doen we niet. En ik hoop ook dat jullie dat begrijpen, dat even los van regeltjes en gedoe, dat het toch, denk ik, jouw eigen mindset is. Prachtige voorbeelden hebben we ook, denk ik, als... ik kom daar straks nog wel even op. Maar dat ook altijd mensen elkaar niet willen aanspreken. Ook zo'n discussie is dat. Hè, die ook steeds komt bij zelfsturende teams. Ja, maar aanspreken, dat vinden we zo moeilijk. Nou ja, dat is ook een rol waar je in kunt stappen. En die rol stapt de manager in. En dan doet hij het kennelijk ook. Maar op het moment dat we een zelfsturend team zijn, dan moeten we daar cursussen voor hebben. Hè, terwijl de gemiddelde man en vrouw thuis natuurlijk heel goed elkaar kan aanspreken. Jij komt er wel met de mentimeter in, Henk, als dat moet. En dan is de vraag natuurlijk, ja, wat is het dan precies? En Daryl zei toen de tijd, ja, als je te weinig absorptievermogen hebt voor een verandering, is de kans groot dat je uiteindelijk dysfunctioneel gaat handelen. En hij zei, oh, en eigenlijk is dus resilience, hoe sneller je je aanpast, hoe makkelijker het is om met bepaalde veranderingen om te gaan. Ik heb het maar meegenomen. Ik heb van de week heb ik een recensie geschreven over een boekje troost. Dat komt natuurlijk van een bakkie troost. En dit gaat over een moeder die haar kind verloren is vlak na de geboorte. En die heeft daar 16 jaar later een boek over geschreven. En dat boekje, wat je ook ziet, dat gaat met humor. Dat is met humor geschreven. En ik denk toch dat dat interessant is. Om daar eens over na te denken. Want iedereen, zei ook Daryl Connor, maar dat geldt denk ik ook bij resilience. Iedereen gaat door dezelfde shit als je zoiets ergens meemaakt als dit. Maar
niet iedereen blijft in die shit hangen. Een aantal mensen die komen daar toch op een of andere manier overheen. En Daryl die zegt, ja, dat zijn de mensen die veel resilience hebben. Het grappige was dat Obama er een paar weken geleden ook over had. Die zegt, ja, op tijden van crisis moet je als president moet je groeien. En dat zie je dus ook. Wij hebben dat ook gezien, zeg maar, bij Rutte. Zien we dat in zekere zin. Hè? De verkiezingen van de VVD staan hoog, vooral omdat Rutte het goed doet. Maar we kennen het ook van de schietpartij in de tram, hè, van Utrecht. Met de burgemeester Jan van Zanen. Die daardoor, omdat hij toen, zeg maar, de juiste dingen zei in moeilijke tijden. Dat hij nu bij Den Haag kan. En we hebben het ook toen de tijd gezien bij de vuurwerkramp. Dat Jan Mans eigenlijk in iedere krant stond van, jongen, wat heb jij dat goed gedaan? En zei Obama, en dat is nou net jouw probleem, Trump, zei hij, jij groeit niet. Jij blijft maar vasthouden aan wat je altijd al doet. Nou, je zou kunnen zeggen, Trump heeft weinig resilience. Ja. Vraag was, hoe veerkrachtig zijn we? Ik heb even de vraag gewoon op de mens neergelegd. Met de vraag, hoe veerkrachtig vind ik mijzelf? En, en dan met de antwoorden, die kun je, oh, jij kunt ze meelezen nu. Ik kan ze nu meelezen, ja. Uberveerkrachtig. Ja. Ja. We hebben een klein stukje vertraging tussen de uitzending en de opname. Dus er zit even, geef ze nog heel even de mensen de kans om te antwoorden. We hebben in ieder geval vooralsnog niemand die zich niet veerkrachtig vindt. Nee, dat is misschien een goed teken. Dat is een goed teken. Ja. Goed teken. Ja. Ja. Kijk, er zijn ook een paar stevige mensen die zeggen, ik ben gewoon uberveerkrachtig. Ja, meer dan gemiddeld. Ja. Nou, er komen er best wel veel mensen. Die komen toch redelijk. Zeker, ja. Ik ben eigenlijk. Maar en ik denk ook, Henk, want op zich is dat belangrijk. Want straks kwam ook even die vraag terug. Ja, hoe zit het met veerkracht van teams? Hè? Maar eigenlijk zou je natuurlijk met die teams zou je natuurlijk zo'n dingetje eens even moeten doen. En dan ook eens even met elkaar kunnen kijken. Van ja, jongens, naar wie moeten wij nou dan? Hè? Stel dat diegenen die uberveerkrachtig zijn, hè, zijn er toch vijf. Ja, misschien zou je dan toch eens even met elkaar moeten kijken. Van nou, dat zijn misschien wel de mensen die we als eerste het woord moeten geven om het voortouw te nemen. Hè? Dat zou maar zo kunnen. En al die mensen die overal problemen inzien. Hè? Dus, maar dat is er hier maar één, begrijp ik. Als dan de hele tafel aan de beurt geweest is, geeft dan die de beurt. Zegt hij, nou, als jullie het allemaal doen, dan ben ik het ook wel. Dan wil ik ook wel, hè? Zoiets. Ja, mooi. Dankjewel, Henk. Wat zegt eigenlijk de theorie daarover? De theorie die zegt, ja, mensen die veerkrachtiger zijn, meer resilience hebben, hè, een groter aanpassingsvermogen, hebben dus eerder hun balans terug. Hè, die zijn eerder terug in hun balans. Bereiken uiteindelijk toch wel hun doelen, ondanks dat daar even een kronkel in zit. Hebben een hoger niveau van levenskwaliteit en zijn productiever. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor die mensen die dat allemaal ingevuld hebben. Dus ze hebben ook nog een hoge levenskwaliteit. En ze letten beter op hun fysieke en geestelijke gezondheid. Nou, dat is toch wel heel opmerkelijk. Hè? Dat uit onderzoek is, weliswaar 25 jaar geleden. Maar dat eruit komt. En ik heb hierachter even dat plaatje gedaan van dat wuivende riet. Hè? Dus dat is natuurlijk ook dat aanpassen aan de omstandigheden. Maar toch wel op je plek blijven staan. Hè? Het knikt niet. En ik denk dat plaatje, ik weet eigenlijk niet hoe waarom ik het erin gezet heb. Misschien dat de computer, dat doet tegenwoordig PowerPoint, uit zichzelf al ideeën aanlevert. Ik dacht, nou, dat komt mooi uit. Hè? Want in deze samenleving weten we alles van elkaar, hebben we net nog geconstateerd. Of Siri had het gehoord en gelijk gaf, Microsoft gaf toen mij dit plaatje. Ik heb er in ieder geval niet op gezocht. Het kwam zomaar voor mijn neus. Het volgende dingetje is natuurlijk wel wat. Nog wat andere vraag is van welke karakteristieken heeft dan iemand met veerkracht? Hè? Ik vind het zelf wat lastig, ik kom daar straks ook nog wel even op terug, om te praten over veerkrachtige organisaties. Hè, of veerkrachtige afdelingen.
Ik weet niet hoe jullie zelf naar organisaties kijken, maar organisaties, is mij wel eens opgevallen, die kun je niet vastpakken. Die kun je ook geen hand geven. Dus eigenlijk is een organisatie is een soort construct in jouw hoofd. Hè? En dat noemen we dan de organisatie. Ja, dus als jij niet flexibel bent, is die organisatie dat vanzelfsprekend ook niet. Natuurlijk ook interessant als je dan over een reorganisatie praat. Waar moet die dan plaatsvinden? Aan de buitenkant of aan de binnenkant? Maar dat even terzijde. Nou, wat zegt dat onderzoek van 25 jaar geleden? Wat zijn de karakteristieken eigenlijk van iemand met veerkracht? Die zegt, nou, die zijn positief. Ze zien ook altijd kansen op het moment dat zich problemen voordoen. Ja, dus dat is ook niet onbelangrijk. Ze zijn gefocust op een heldere visie over wat ze willen bereiken. Dus ze laten zich niet al te makkelijk afleiden. Zijn dus ook flexibel. En je herkent ze ook vaak dat als je een probleem op tafel legt, dat ze heel veel ideeën gaan leveren. Oh, je zou zo kunnen doen, je zou dit kunnen doen, weet je wel. Ze hebben ook heel veel kenmerken waaraan je ze kunt herkennen. En ze hebben ook altijd wel, ze hebben het overzicht om tot een aanpak te komen. Want nu moet het even anders. Maar hoe gaan we dat dan organiseren? Dan moet je wel even de dingen in een goede lijn zetten. Ik was toevallig een keer in de buurt van een gemeente in Schiphol. Op het moment had ik daar een lezing. Op het moment bij die gemeente dat daar dat vliegtuig neerkwam. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, dat Turkse vliegtuig. En toen gingen alle alarmbellen af. En de burgemeester zat ook in de zaal. En die zei, nou laten we er ons niet mee bemoeien. Want de vakmensen weten nu wel wat ze moeten doen. Hè? Straks vanmiddag, als we weten wat er daar allemaal gebeurd is, nou dan komen wij weer aan de beurt. Dus hij zei eigenlijk tegen iedereen, we blijven hier gewoon zitten. Want de vakmensen daar op Schiphol weten wel wat er gebeuren moet. Ik vond het wel een heel opmerkelijke. Hè, die hebben het overzicht om tot de organisatie. En het blijkt uit het onderzoek, men is proactief. Hè? Men omarmt makkelijker de verandering als dat men er tegenaan zit. Nou, en ik vermoed ook dat dat niet alleen iets is wat in je zit, maar dat je jezelf daar ook wel toe kunt verhouden. Je kunt je wel framen tot een bepaalde verandering. En ik denk als je dat doet, dan zou je het ook met je team over kunnen hebben. En hebben wij dan zeg maar collectief, zijn we dan collectief voldoende resilient? Hebben we voldoende aanpassingsvermogen om tot zaken te komen? Nou, ik wilde jullie een voorbeeldje laten zien. Dat hebben jullie misschien wel gezien in op 1. Met die Diederik Gommers. En volgens mij was dit de voorzitter van de VNNV. Nee, VNNV. Ja? VNVN. Ja, VNVN. Nou, misschien kunnen we jullie dat even starten, dat filmpje. Om de mensen die je nu hebt te behouden, maar ook nieuwe mensen te werven. Wat heb je dan nog meer nodig? Wat zou je ze willen bieden? Ja, we hebben op dit plan eigenlijk wel drie speerpunten weg kunnen zetten. We willen heel graag zeggenschap, loopbaanperspectief dan en meer waardering voor ons beroep. En als je zegt zeggenschap, waar moet ik dan aan denken? Heel concreet eigenlijk dat je vanaf het begin af aan al de verpleegkundigen betrekt in bijvoorbeeld opschalingsplannen als het gaat over de IC-capaciteit en zeker ook in de organisaties waar je werkt. Dus of een deelname in het outbreak management team bijvoorbeeld. Oké. En heb je het gevoel, zeker als je terugkijkt op de COVID-crisis, dat jullie te weinig zeggenschap hebben gehad? Ja, dat durf ik volmondig op te zeggen. Ja. Dus je had mee willen bepalen over het opschalen en of het mogelijk was, of het reëel is. Ja, zeker. Want waarom is dat belangrijk? Omdat wij de verpleegkundigen samen met de artsen de zorg leveren aan de patiënt. Wij weten wat er speelt op de werkvloer. En ik heb dat eigenlijk al eerder benoemd. Niks over ons zonder ons. We zijn autonome zorgprofessionals. We hebben ontzettend veel kennis. We hebben heel veel ervaring. Dus wij weten heel goed wat werkt en wat niet werkt. Ja, we hebben natuurlijk door zo'n programma als Frontberichten heel goed kunnen zien hoeveel jullie voor ons betekenen. Hè? Hoe belangrijk het werk is. Heeft het jou ook wat opgeleverd? Dat ik hier aan tafel zit. wat het heeft mij opgeleverd? Ja,
Op dit moment, ik heb eigenlijk nog geen vrije dag gehad sinds begin maart. Echt geen één stuk doorgewerkt? Nee, ja, echt alleen. Maar dat heeft mede ook te maken met mijn voorzittersrol die ik natuurlijk heb bij VNVN IC. En verder, mijn privéleven staat op dit moment wel echt op een laag pitje. Wanneer mag jij op vakantie? Ik heb over 2 weken vakantie, maar of het echt vakantie gaat worden, dan weet ik nog niet. Ja. Naar Turkije? Ja, nee, niet naar Turkije. Ja. Nee. En als je naar dit plan kijkt, heb je het gevoel van dit is totaal niet realistisch of denk je nou? Kijk, ik ben in die zin wel optimistisch, omdat verpleegkundigen echt wel laten zien dat ze mee willen bewegen. En ze willen ook gewoon die zorg voor de patiënten leveren. Maar het feit dat we gewoon personeelstekort hebben, en waar gaan we al die verpleegkundigen vandaan halen, dat is eigenlijk het grootste probleem. Dus we willen wel, maar we hebben de mensen ook niet. Nee. Meneer Gommers, wat vindt u van het plan? U staat niet in de commissie die het gemaakt heeft. Wat vindt u van het plan? Nee, maar we hebben als NVIC wel meegeschreven, samen met de VNVN, heel erg samen opgetrokken. En wat het heel goed is, is dat er alles in staat. Het staat nu echt goed beschreven wat hele belangrijke punten is. Vooral die waardering voor die verpleegkundigen, dat blijft toch... Ik zit hier vooraan, de verpleegkundige zit achteraan. Dit moet echt veranderen. Kijk, jullie mogen van mij nog even wisselen. Laten we dat doen, gelijk. Oh, kijk. Had het gelijk gezegd. Ja. Dankjewel. Ja, even de glaasje wisselen. Nou, hier gebeurt wat moois. Oké, dus dat is belangrijk, dat zij een prominentere positie krijgen. Ja, maar dan in de hele organisatie. Ik bedoel, dat er duidelijk meer aandacht is. En wat zij ook heel goed beschrijft. Dat er ook in het management en hogerop meer aandacht is voor de verpleegkundigen. En dat ze meedenken en mee mogen beslissen. En in zo'n OMT, dat niet alleen de artsen en de intensivisten daar aan tafel zijn. Maar dat zij dat echt doen. We hebben hun kei en keihard nodig. Maar had u dat niet kunnen regelen? Want u is... Ik liet dit stukje eigenlijk om 2 redenen zien. De eerste reden is dat zij eigenlijk onbewust het Rijnlands uitleggen, denk ik. Dus dat er moet meer ruimte zijn voor de professionals. Maar het tweede punt is ook het gedrag van Diederik. Die constateert dat er iets niet goed is. En toont eigenlijk gelijk van, oh wacht even, het zit niet goed. En vervolgens neemt hij ook gelijk het roer in handen. Zit er positief in. En gelijk zie je ook dat hij de context even letterlijk kan veranderen. En ik denk dat dat belangrijk is voor mensen met resilience. Dat ze in staat zijn om die context te veranderen. Niet omdat dat de aard der dingen is, want het is een heel bescheiden man denk ik. Maar gewoon op het moment dat je ziet dat het moet gebeuren, dat je het dan ook daadwerkelijk doet. Ik kom straks nog wel even terug op dat filmpje over de Rijnlandse kant. Nou, er was mij inderdaad ook, even kijken, van wat is Rijnlands? Nou ja, ik heb een aantal cartoons, heb ik maar even gebruikt. En probeer even vast te houden dat een organisatie tussen de oren zit. Dat is belangrijk. En een van de elementen die belangrijk is bij een Rijnlandse organisatie, is dat die organisatie geen ambitie heeft. En een missie en een visie. Nee, die mensen die daar werken hebben dat. Dus dat betekent in feite ook dat in een Rijnlandse organisatie is de organisatie het gereedschap van de mensen. Als die organisatie niet goed functioneert, kunnen die mensen, die professionals, kunnen ook niks doen. Je kunt niet in je uppie een ziekenhuis regelen. Dat gaat niet. Dus dat moet je met elkaar doen. Dus je moet wel samen dezelfde collectieve ambitie hebben. Dat is heel erg belangrijk. En ik maak altijd als grapje, maar ik denk dat het waar is. Kijk, de auto van Max Verstappen heeft geen ambitie. Dat is een hulpmiddel van Max. Nou, zo is een ziekenhuis als organisatie een hulpmiddel van de mensen. Dat wordt de hele tijd wordt jou iets anders verteld. Er wordt jou namelijk verteld dat jij daar komt solliciteren. En dan gebeurt dat door de afdeling Human Resources. Mensen zijn Engels, in het Engels vertaald human beings, maar je noemt ze human beings, je zegt al tegen ze, jij bent het gereedschap en wij gaan jou managen. Want anders gaat het niet goed komen. Hebben mensen beroepsopleiding ook nog in de gezondheidszorg? Dus het is best ingewikkeld. Dat je mensen met een beroepsopleiding gaat aansturen, terwijl je zelf vaak, in een ziekenhuis valt nog mee, maar in andere organisaties, die inhoudelijke vakkennis niet hebt.
Dus dat is belangrijk. Dus het is belangrijk dat die missie van die mensen is, dat dat een gezamenlijke ambitie is. En waarom is die gezamenlijk? Dat geldt voor iedereen. Dat geldt dus zowel zeg maar, voor de ondersteunende diensten als voor het primair proces. Hè? Dus voor het secundair en het primair proces. Waarom is dat een gezamenlijke ambitie? Moet je eens voorstellen dat onze soldaten naar Mali gaan of naar Uruzgan. En een van die soldaten zou niet weten dat hij op vredesmissie is. Er hoeft er maar één te zijn die het niet begrijpt. Als ik in een organisatie kom en ik loop naar de directiekamer voor een of ander gesprekje, vraag ik altijd onder, wat is hier de missie trouwens? Waartoe zijn jullie hier op aarde? Wat is jullie gezamenlijke ambitie? Ja, is dat dat dingetje wat marketing op de website gezet heeft? Nou, dan moet je heel veel regels en procedures toevoegen als een soldaat niet precies weet of hij op oorlogsmissie is of op vredesmissie. Dat is toch wel lastig. Dus het begint in feite bij jongens, hebben we die gezamenlijke ambitie wel helder? Want als we dat weten, ga nog even terug naar Max. Die banden worden bij Max in 2,2 seconden verwisseld. 4 banden. Nou, kom daar eens bij QuickFit op met je winterbanden. He? Dus die, en die hebben dezelfde ambitie. Wat doet Max als eerste, als die klaar is met zijn klus en laten we even noemen dat hij een podiumplek heeft? Dan gaat hij naar zijn ondersteunende diensten. Welke mensen van het primair proces gaan s'avonds om 5 uur even langs de ondersteunende diensten? Top mensen dat jullie er waren. Omdat jullie er waren, heb ik de race kunnen rijden. En heb ik gewonnen. Doen we niet. Iedereen gaat een beetje voor zich. Gezamenlijke ambitie staat wel inderdaad op de website. Maar zit niet, zeg maar, in de muscles. Een ander punt is dat die organisatie, die moet je kantelen. Die Rijnlandse organisatie, dat maakt niet uit, hè, want hij bestaat niet. Hè, die organisatie, illusieproductie in je hoofd. Maar op het moment dat wij zeggen, daar zit mijn hoofd. En je wijst naar een ander mens. Dan zeg jij impliciet tegen jezelf, ik ben hier de handjes. Dus als er dan wat gebeuren moet, ja joh, regie, daar zijn toch managers voor. Dat is best bijzonder. Dus die organisatie moet in jouw hoofd kantelen. De reorganisatie begint bij jou. Dus je kijkt niet, en we kennen die woorden ook wel, want dan heet het niet tops, middels en bottoms. Dan heet het front office en back office. Dus het is op zich ook weer niet zo ingewikkeld. We kennen die woorden wel. Dit is vaak een van de meest lastige dingen van het Rijnland. Ik pak even een voorbeeld van een terrasje. Als jij naar een terrasje gaat en er komt een serveerster bij jou, dan vraagt die serveerster, die vraagt aan jou, wat wilt u hebben? Nou, als daar je met 4 mensen zit, dan vergt dat nogal wat maatwerk als iedereen wat anders wil. En wat zie je nou wat er gebeurt? Dan gaat die voorkant, hè, die serveerster is die voorkant, noem haar zelfsturend in dit geval, die zit in die voorkant en die voorkant gaat vervolgens naar de achterkant en die zegt net als Max, ik heb 4 nieuwe banden nodig, want dat willen de mensen op het terrasje hebben. En dat maakt natuurlijk in een organisatie wel iets anders, dat zeg maar de voorkant de achterkant aanstuurt. Ik heb dat en dat nodig. Dat gebeurde in feite natuurlijk ook. Ten tijde dat we nog frontberichten op de tv hadden. Ik kom daar straks nog even op terug, hè? Frontberichten. Dus dat betekent ook, en dat is belangrijk, dat de coördinatie van wat er gebeuren moet, die zit niet in de bovenkant van de organisatie bij iemand die er geen verstand van heeft. Nee, die zit in het werkveld, waarbij daar het coördinatiepunt ligt en vandaar wordt er gekeken wat het gereedschap de organisatie moet doen. Nou, dus in dit geval staan dan even 3 tekeningetjes. Dat betekent de keuken, de bar en de kassa. Dat zijn de dingen die dan gebeuren moeten. Nou, probeer dit even goed vast te houden. En omdat die collectieve ambitie van die achterkant hetzelfde is als van die voorkant, komt dat ook goed. En heb je niet al die dingen nodig. Bovendien zie je ook, dat zag ik ook in de vorige gesprekjes, het kwam het woord vakmanschap terug. En dat is misschien ook niet onbelangrijk om dat toch even... Ik maak een onderscheid, maar dat is niet wetenschappelijk, maar ik maak een onderscheid tussen vakmensen en professionals. Vakmensen die zitten aan de voorkant en die hebben zoals dat heet externe oriëntatie. Die kijken eerst wat nodig is en zetten dan zichzelf in om het goed te doen. En leveren eigenlijk standaard maatwerk. Standaard maatwerk, net als een kapper.
Dat doet een kapper ook. Een kapper die wordt steeds geconfronteerd met, jij kan willen wat je wil, maar die kapper die zegt dat nou, dat gaat even niet meer. Hè? Elvis Presley in jouw geval. Maar dit kan nog wel. En dan gaat er maatwerk geleverd worden. Ieder hoofd is anders. Nou, en dan zit die regelsdiscussie. Ja, die regels zijn er ook, maar die regels die zitten in dat vakmanschap. Wat zijn nou professionals? Dat ben ik zelf. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En op het moment dat ik ergens iets bij een klant doe. En er komt dan een andere professional die zegt, nou zo zou ik het niet gedaan hebben. Ik zou het heel anders gedaan hebben. Terwijl mijn vrouw is dus praktijkverpleegkundige. En als zij wat doet, komt wel eens enkele keer voor bij een aanrijding. Hè, in het buitenland zijn we op vakantie. En dan is zij als eerste bij een ongeluk. Nou, zij heeft help eerst hulp. Dan komt de ambulance aan. En dan zeggen die mensen daar in dat andere land. Amerika, Canada, Spanje. Oh, dat heb je goed gedaan. Nou, dat is toch best bijzonder. Dus die mensen kunnen mekaars vak ook beoordelen. Dus visfileren, dat kan je overal ter wereld beoordelen. Dat hangt niet aan een bepaalde nationaliteit vast. Nou, dan is er sprake van vakmanschap. Want eigenlijk zit de norm zit niet in jou, de norm zit in het vak. Maar dan moet je er wel voor geoefend hebben. Een paar jaar. De clue is eigenlijk dan van ja, dat je een beetje uit moet kijken dat dit plaatje komt uit de verpleeghuiszorg. Dat die frontmedewerker, hè, waar de frontberichten vandaan komen, dat die niet geketend worden, zeg maar, in dit geval door die achterkant, waarachter dan nog weer een zorgverzekeraar zit bijvoorbeeld. Hè, dus allemaal heel erg ingewikkeld. En dan kom ik toch ook nog even terug op dat woord frontberichten. Hè. Het viel net, en het viel volgens mij in een van de verhalen ook. Het is toch merkwaardig dat nu het met de corona kennelijk iets minder is, houden gelijk het televisieprogramma Frontberichten houdt op. We hebben alleen maar weer programma's die ouwe hoeren over de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid zelf, die komt in één keer weer niet meer aan bod. Dat is ook bijzonder. En dan moeten die mensen die bij frontberichten doen, die moeten zelf vloggen. Want aan het front is het namelijk gevaarlijk. Dat is nog steeds. We hebben geen tv-programma meer over. Dat is best bijzonder. Je ziet, ik maak me er niet boos over. Nou, wat zie je natuurlijk ook? Dat dus die medewerker in de voorste linie heeft steeds gedoe aan twee kanten. De ene kant zit die cliënt die maatwerk wil. En aan de andere kant zijn die wet en regelgeving. Nou hebben wij gelukkig in Nederland, dankzij de Romeinen, 60 jaar voor Christus, hebben wij al dat wij zullen handelen naar de geest van de wet. En niet naar de letter van de wet. En mag je één ding onthouden, hè, voor de rest kun je alles vergeten. Regels zijn regels, is een uitspraak van Hitler. Dus als er ooit iemand dat tegen je zegt, denk je, nou, jij durft. Hoezo? Nou, jij citeert toch wel iemand die... Nou, en dat betekent dat die vakman, die moet dus steeds tussen die regels laveren en de cliënt. Volgens de geest van de wet. En zijn interpretatiebril, daarom is die missie zo belangrijk, dat is die missie. Want wat doet een soldaat die in Mali loopt, die ziet iets en die denkt, ik moet vrede brengen. Want dat is hier de collectieve ambitie die we met elkaar hebben. Dus hij interpreteert dat wat hij ziet in feite vanuit ik breng vrede. Daar stemt hij zijn handel op af. En als dan de regels niet kloppen met het idee ik moet vrede brengen, dan kiest hij voor de collectieve ambitie. En niet voor de regel. Dat is belangrijk. En dat betekent dus ook, als jij aan de voorkant het stuur van de organisatie hebt zitten, hè, die dus nu horizontaal was, betekent dat in feite ook ja, dat het management, leiding geven, schrijf je eigenlijk met twee woorden, hè, dat die de leiding over durft te geven aan degene die aan het stuur zit. En dat is ook logisch, want degene die aan het stuur zit, die zit op de weg. Dus die weet het beste hoe je moet sturen. Dat is continu maatwerk, want er gebeurt altijd anders. Nou, even kijken, nou, en wat je dus in feite ziet, hè, dit is het laatste plaatje, wat is dan Reinhard's organiseren? Het is dus in feite een horizontale manier van denken, hè? Reinhard's organiseren, waarbij er een voorkant is en een achterkant.
En waarbij dus zowel de medewerkers van de ondersteuning als de medewerkers van de voorkant eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. Hè? Namelijk om het voor elkaar te krijgen, om Max op het podium te hijsen, zullen we zeggen. Nou, als je het plaatje dan iets anders tekent, dan ziet het er eigenlijk samengevat, ziet het er zo uit. He, dus je hebt aan de ene kant heb je de leefwereld, links. He, je kent dat liedje wel van voor naar achter, van links naar rechts. Nou, dat komt uit het Rijnlands liedje. He, dus je kijkt van voor, he, vanaf de leefwereld, kijk je naar de systeemwereld. He, dus daar waar het allemaal wel volgens regels is. En daartussenin, daar zitten in feite die vakmensen. En die vakmensen moeten dus autonomie hebben. Want als je in die leefwereld met elkaar zegt, hier moet maatwerk geleverd worden. Nou, dat is een ziekenhuis sowieso. Bij iedereen is dat zo. Hè, daar hoef je niet over te hebben. Dan moeten die voorste linie, hè, die verpleegkundigen, en daar kwam ook die mevrouw net aan toe, hè, in op 1. Die zeggen, ja, is toch raar dat er de hele tijd gesproken wordt over de leefwereld door die mensen die in die blauwe wereld zitten. Maar die mensen die het nou echt moeten doen, daar hebben we het nooit over. Daar hebben we het nooit over. Nou, dat is toch best bijzonder. He, dus ik pleit er dan ook voor. En dat betekent dus ook dat zeg maar tussen die leefwereld en die voorste linie moeten heel heldere afspraken zijn over waar gaan wij over. He? Nou, dat kun je zelfsturend noemen, dat kun je zelforganiserend noemen, dat kun je zelfstandig noemen. Doet er allemaal niet toe hoe je het noemt. De vraag is alleen, ga jij erover? Nou, en vervolgens dat die voorste linie, net als zeg maar in het plaatje van het café, dat hij die achterste linie kan aansturen, dat ondersteunende diensten ook ondersteunende diensten heten en geen stafdiensten. En waarom zijn ze ondersteunende diensten? Omdat ze de voorkant ondersteunen. In het helpen te realiseren wat de missie is. He, want het is die voorkant, dat is ook terecht dat frontberichten heet. Een hoop mensen hebben daar een hekel aan dat woord, maar het is echt zo en het is er ook gevaarlijk. Het is niet voor niks dat die mensen daar mondkapjes moeten dragen. Nou, dat betekent samengevat, ja, je hebt dus een gekanteld organisatie. Dus die mindset zeg maar van jou, en dat is het hele probleem met Rijnlands. Die mindset moet een beetje veranderen. En nou ja, je moet dit dan maar eens even nog een keer doorkijken. Maar met wat ik net gezegd heb, kom je daar met de voeten, want de sheets die krijgen jullie ook. Ik wil afronden met mijn dochter en haar vriend. Die woont hier in Ogen, Andalusië, Spanje. En wat je eigenlijk steeds ziet bij een crisis, is dat hoofdzaken en bijzaken die draaien om. He, dus dit dorp leeft van toerisme. En dan hebben we dus in 14 maart, twee dagen nadat wij het de 12 maart hadden, kregen zij te horen, alles moet dicht. Alle hotels moeten dicht, alle cafés moeten dicht. En mijn dochter, die heeft daar een café. Wauw. Dus die belt op, papa, wat nu? Ik kwam niet verder dan het woord resilience, zou ik maar zeggen. En wat is er gebeurd? Hè? Dit is haar Teteria, heet dat, daar. Helemaal eigenlijk ingericht op toeristen. Maar hoofdzaken en bijzaken draaien om. En wat zie je nou als hoofdzaken en bijzaken omdraaien? Wat ontdekten zij toen ze wel weer open mochten? Dat alle toeristen waren weg, maar er kwamen nog steeds Spanjaarden. En want dat waren vroeger de bijzaken. Bij de toeristen waren de hoofdzaken. En ze ging met die Spanjaarden praten. En binnen 3 weken had ze het Spaans 100% onder de knie in plaats van 75%. Dus dat ging steeds beter. En zeg maar, wat? Ik ken u niet. Ja, ik heb hier mijn tweede huis. Oh. Ja, het barst ook daar van de Spaanse toeristen. Alleen, ja, die hebben we nooit in de gaten gehad. En toen is ze haar hele assortiment en alles is ze gaan richten van de een op de andere dag ook op die Spaanse toeristen die daar kwamen. En komt u dan hier echt als toerist? Nee, ik heb hier een tweede huis. En weet je wat het probleem is van zo'n tweede huis? Ja, dat die 45 weken leeg staat. En als ik dan 3 dagen kom, dan heb ik het hartstikke druk om alles te regelen. Nou, en zo kwam van het een het ander. En nu heeft ze 300 appartementen waarvoor ze zorgt. Nou, ze zorgt ook voor dit. En ze heeft, zeg maar, van de bijzaak heeft ze een hoofdzaak gemaakt. En dit is ze. Ja, ik had van mijn schijnzoon had ik geen foto.
Zo 1, 2, 3, althans niet in één plaatje. Dit is Alcoa, dit is onze dochter. Dat is, schijn zo bestaat dus ook. Hè? Dat is, ja. En wat ook wel grappig is, hij heeft een Duitse herder met slappe oren. Ja, dat is ook wel komische dingen. Hè? Dus iedereen wil die hond op de foto zetten. nou, dit, zo ziet het assortiment er nu uit. En wat je dus ziet als je even terugkijkt naar het begrip resilience. Dan zie je dus, ja, problemen zijn kansen. Problemen zijn kansen. Hou vast aan je visie. In haar geval is dat leverkwaliteit. Hè? En blijf altijd alert op wat is je nieuwe bijzaak. In dit geval was dat het onderhoud van die huizen. Hè? En bij haar valt alles met een goede organisatie. Hè? En niet zeuren over de goede oude tijd, want heeft gezin. Nou, ze zit daar op een terrasje, op een pleintje in Ogent met 10 bedrijven. Nou, zondagavond ging ik naar huis. Of maandagochtend. En nou ja, je kunt op de foto niet zo goed zien. Maar haar terras was om 12:30 s'nachts nog vol. En de andere 9 waren al gesloten. Mensen, sorry voor mijn enthousiasme. Ik vond het leuk om na 6 maanden weer een keer een verhaal te mogen vertellen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het verhaal. Mooi.